Jij bent nog jong, maar je zit wel al goed bezig eigenlijk. Hè? Maar het is voor mij, ja, Little Black Spiders is een enorm, is voor mij een enorm schone start geweest van iets spannends. En het is een heel fijn jaar geweest. Ook nu net met de opnames van Flying Home van Dominique. En zo, ja, ik heb gewoon een super jaar gehad. En het is, ik kon me eigenlijk geen betere start wensen dan degene die ik gekregen heb van Patrice. Dus ik ben daar echt enorm dankbaar voor. Enorm dankbaar ook dat door met zo'n rol te spelen in Little Black Spiders, dat mijn eerste rol was op het grote scherm, is ook gewoon echt een cadeau. Maar dat heb ik eigenlijk vorig jaar ook al aan u gezegd. Dus ik ben super content. En, ja, ben... En met Dominique dan, bedoel, dat was meteen in het Engels te doen. Ja. Maar dat was het Engels op zich. Ik was super blij dat ik in het Engels mocht spelen. Maar wat, ik heb al een aantal keer in het Engels gespeeld met Ontroerend Goed. Omdat wij vaak toeren en dan ook zo, ja, onze voorstellingen gewoon in het Engels spelen heel vaak. Omdat ook met, we hebben nu al twee keer met Australische acteurs samengewerkt. Dus voorstellingen worden ook gemaakt in het Engels. Dus ik ben eigenlijk vrij op mijn gemak in die taal. En ik voel me eigenlijk soms meer op mijn gemak in het Engels dan in het Nederlands. Omdat ik vind dat Engels soms makkelijker weggeraakt met ik vind de taal soms makkelijker makkelijker om te spelen. Ja, je komt toch niet op je woorden in het Nederlands, anders zeg ik het in het Engels. Ja, maar hij zei gewoon een gevaarlijke. Ik ben vrij op mijn woorden. Is dat waar? Is dat waar? Nee. Ja, Nee, maar ik heb dat wel soms. Als ik zinnen moet zeggen in het Nederlands uit een scenario of zo, heb ik daar echt soms last mee van hoe ga ik dat uit mijn mond krijgen. En in het Engels heb ik dat veel minder. Het is gelijk dat die taal. Maar het zijn veel mensen die dat zeggen ook, die dat ook vinden. Maar het is gelijk dat die taal zo makkelijker hanteerbaar is soms of zo. Ja. Maar ik vond dat super fijn om. Ja, ik vind het heel fijn om in het Engels te spelen. Zijn er nog andere filmplannen buiten degene die nu bekend zijn? Of? Voorlopig niet. Ja. Maar dat zal snel komen. Ja, ik hoop. Ik wil ook niet. Ja, snel. Ik denk ook dat niet. Ik hoop ook. Ik wil ook niet te rap te veel doen, omdat ik ook niet zo. Plots zo de kop wil zijn die elk jaar te zien is. Je wilt toch ook een beetje zoeken naar wat doe je niet. Allee, als je die luxe hebt, natuurlijk. Hè. Maar. Ik denk dat daar ook het schone is voor mij, dat ik bij een theatergezelschap, bij Ontroerend Goed zit en daarin ook die twee kan combineren, waardoor ik een vrijheid heb. En ik denk dat de ideale combinatie is eigenlijk als acteur. Ja. Want Vlaanderen blijft toch klein en om als acteur zo... Je wilt ook niet in elk nieuw project zitten, want dan zijn mensen gewoon beu na een tijdje. Ja. Dus ik denk ook dat je daar voorzichtig mee moet omspringen. Wat je doet en wat je niet doet. Ja.